Nou, een boomverzorger is natuurlijk een boomverzorger. Die houdt zich dagelijks bezig met het werken met en aan bomen. En een European Tree Worker is eigenlijk hetzelfde, alleen dan met een Europees certificaat. Een certificaat wat ontzettend veel erkenning heeft bij de opdrachtgevers. De docenten die op deze opleiding werken zijn allemaal European Tree Worker. Dat betekent dat wij allemaal weten waar we heen werken. Daarnaast werken we met mensen uit de praktijk, vaak een eigen bedrijf hebben of werken bij een bedrijf. Ik zelf heb ook een eigen bedrijf er nog naast en daarmee weten we heel goed wat er in de praktijk speelt. Ja, de opleiding vindt plaats op niveau 3, maar niveau 4 is ook mogelijk. Niveau 3, daarmee word je European Tree Worker. Heb je niveau 3 en Tree Worker behaald, dan kun je door voor een topjaar niveau 4. Niveau 3 is echt de uitvoering, European Tree Worker. Maar aan de voorkant moet er ook veel gebeuren. Denk aan boomonderzoek, maar ook de werkvoorbereiding, calculatie, advies. En dat leer je vooral op niveau 4. Het eerste jaar is ook vooral praktisch. In de boomverzorging is dat motorzagen, klimmen, snoeien, planten van bomen. Tweede jaar, derde jaar is vooral wat, heel wat meer diepgang. Dan gaat het om boomveiligheidscontroles, boombescherming, verplanten van grote bomen. In het eerste jaar dan is de praktijk eigenlijk wel leidend. Daar mag je er wel van uitgaan, dus dat je 2/3 van de tijd buiten bezig bent met praktisch trainen van praktische vaardigheden. En 1/3 binnen bent met, bezig bent met de theoretische achtergronden. Het tweede en derde jaar dan is het vooral verdieping. En dan proberen we ja, met opdrachten toch ook nog wel veel naar buiten te gaan. En we hebben nog een paar hele mooie thema's in het laatste jaar. En dat is zware velling en afbreken bomen. Ja, bij het klimmen leer je veilig werken op hoogte. En voor boomverzorgers is dat veilig werken op hoogte met een motorzaag of met een handzaag. Het snoeien of weghalen van bomen. Daarnaast leer je ook samen met de grond mensen om takken af te vangen, noemen we dat. Dus als ze niet kunnen vallen, dan met touwen en controle een tak gecontroleerd te laten zakken. Bij de BBL-opleiding geldt dat je 1 dag in de week op school bent. En eigenlijk is het altijd een volle lesdag. Gewoon van 9 tot 4. Ja, je haalt certificaten. En voor elk praktisch thema kun je een certificaat halen. Dus voor motorzaag kun je er 1 halen. Voor klimmen kun je er zelfs 3 halen uiteindelijk. Klimmen houdt in werken met klimlijnen, knopen. Veilig werken met allerlei apparaten die op de markt zijn. En die knopen zijn nodig om zelf veilig te kunnen werken, maar ook die takken veilig te kunnen laten zakken. De veiligheid komt terug in ons vak op heel veel plekken. Daar hebben we ook een aantal certificaten aangekoppeld zitten, zoals VCA, BHV, veilig werken langs de weg. En daarnaast ook boomveiligheidscontroleur. Dat heeft niet met je eigen veiligheid te maken, maar wel met de veiligheid van de boom. Een onderdeel van onze klimcursussen is reddend klimmen, zodat je ook als een collega iets heeft in de boom, weet hoe dat je die veilig naar beneden kunt halen. De vakken die bij de opleiding horen zijn sortimentskennis, bodemkunde, houtanatomie, planten van bomen, snoeien van bomen, boomveiligheidscontrole en boombescherming. De praktische vakken die je bij ons in de opleiding krijgt zijn onder andere zagen, snoeien, klimmen, planten, het klimmend weghalen van bomen, werken met hoogwerkers. En daar zijn we eigenlijk meer een deel van de tijd mee bezig. Maar ook Nederlands rekenen zit in de opleiding. Nou, we hebben eigenlijk de hele opleiding gethematiseerd. We hebben 8 thema's op jaarbasis. We beginnen met motorzagen en met klimmen, maar dan ook al heel gauw met bomen ondergronds. En bomen ondergronds is een mooi voorbeeld van hoe wij een thema opbouwen. We beginnen dan met bodemkunde, waterhuishouding. En we kijken naar soortgebonden eigenschappen van bomen, voordat we beginnen met planten. Want eigenlijk draait het allemaal om het ondergrondse gedeelte. Maar eigenlijk is het de bedoeling dus dat je als European Tree Worker bomen leert planten. En de nazorg leert verzorgen. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook iets weten van de bodem en de waterhuishouding. Ja, de boomverzorging is heel erg onderhevig aan allerlei ontwikkelingen en vernieuwingen. En die nemen we wel mee in de opleiding. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, de discussie over diversiteit en biodiversiteit. Ja, dat pakken we zeker op in de opleiding. Maar ook op praktisch gebied, het werken met de accuzaag. Je kunt als VMBO'er instromen. Dan stroom je in het basisjaar. En in het basisjaar
Daar leer je vooral ook natuurlijk de basisvaardigheden, motorzagen, maar ook werken met de bosmaaier, het onderhouden van een struikbeplanting, basisvaardigheden op het gebied van begeleidingssnoei enzovoort. Dan is de drempel naar de boomverzorgingsklas wat kleiner. We verwachten van je dat je gemotiveerd bent, dat je een aanpakker bent. Geen mentaliteit van 9 tot 4. Ook op het werk kan dat natuurlijk niet, het is een beroep. Waar je 's morgens op tijd begint, niet moet lopen piepen over slecht weer. En waar je best wel eens een keer wat later thuis bent 's avonds. Nou, die mentaliteit die willen we ook graag op school zien. Aanpakken, gemotiveerd en belangstelling voor bomen. Het is een hele diverse klassensamenstelling. Dat zijn de jongens die uit niveau 2 of uit niveau 3 komen, 18, 19 jaar. Jongens voeren de boventoon, maar inderdaad hele leuke opleidingen voor meiden. Ja, en de leeftijd dat varieert van 18 tot 44 op dit moment. Het is een fysiek zwaar beroep, vooral klimmen. En ja, werken met een motorzaag, dat is fysiek vrij zwaar werk. Dat wil niet zeggen dus dat er in de boomverzorging geen plek is als je fysiek wat minder sterk bent. Want je kunt werkzaamheden uitvoeren met de hoogwerker. Je kunt ook doorgroeien richting ETT'er, European Tree Technician. Waarin je veel meer te maken krijgt met het onderzoek en dergelijke. En werkvoorbereiding. Je gaat dus één dag in de week naar school. Daarnaast ben je minimaal 2 dagen en maximaal 4 dagen aan het werk op je leerwerkplek. Ja, de BBL-opleiding is een pittige opleiding, je moet het niet onderschatten. Je komt maar 1 dag in de week naar school. Dat betekent ook dus dat je die andere 4 dagen of die thuis best wel wat moet doen. In de regel moet je je leerwerkplek zelf zoeken. Dat kun je doen met behulp van de site van SBB. Daar staan alle bedrijven op die erkend zijn voor onze opleiding. Kom je er niet uit? Nou, dan hebben wij ook een enorm netwerk en vanuit dat netwerk horen wij nog wel eens wat en kunnen we je misschien verder helpen. Daarnaast zijn er ook instellingen die mensen zoeken en die mensen plaatsen bij wellicht een geschikt bedrijf voor jou. Er zijn afgestudeerde boomverzorgers die ook een plek vinden in het buitenland. Maar een leerwerkplek in het buitenland tijdens de opleiding, dat is helaas niet mogelijk. Je moet 1 dag in de week naar school toe komen. De opleiding duurt 3 jaar, het is een niveau 3 opleiding, duurt 3 jaar. Maar er is maatwerk mogelijk, afhankelijk van je vooropleiding of van je werkplek, je werkervaring. Nou, er is een enorme vraag naar boomverzorgers en naar European Tree Workers. En ja, als je praktisch ingesteld bent en je hebt de juiste uitstraling, dat je echt lekker een goede aanpakker bent, dan kun je bij heel veel bedrijven terecht. Dat zijn echt bedrijven die zich bezighouden met boomverzorging. Wanneer je European Tree Worker bent, heb je baangarantie. We leiden je op tot boomverzorger en de opleiding rond je af met het behalen van een diploma. Na het diploma krijg je nog een examentraining en na de examentraining kun je op voor het certificaat European Tree Worker. Nou, boomverzorging is een prachtig vak. Je bent veel buiten, je komt op de mooiste plekken, op landgoederen en jij mag werken aan de mooiste bomen van Nederland. Dit is zo'n mooi vak omdat je met bomen bezig bent, buiten bezig bent. Nou, je bent met uitdagend werk bezig. Anders dan op de grond, als je op hoogte zit, dan komt er een extra ding bij kijken. Omdat je op hoogte werkt, moet je meer bezig zijn met veiligheid. Waarom je voor deze opleiding zou kiezen, is omdat je met uitdagend werk bezig bent, buiten bezig bent, met bomen bezig bent. Wij zijn de beste opleiding in Nederland.